In 2024 draait het in Oekraïne nog meer om drones. Het gaat om dit soort first-person view drones. Het is voor militairen aan het front inmiddels een berucht wapen. Drone! Fuck! Suicide drones! Volgens deze Oekraïense visieminister gaat Oekraïne het doel halen. Maar dat zouden er misschien wel veel meer kunnen zijn. Nou, om dat te snappen zijn we in Kiev op een geheime locatie waar militairen worden opgeleid om die drones te maken. Our guys knew how to create their own drones. It's not a rocket science. This is knowledge which we are giving to him. Al 189 mensen zijn hier opgeleid om dit soort kamikaze drones vanaf de grond af op te bouwen. Here it is the simple 7-inch drones, which consist of flight controller, electronic speed regulator and some sort of dropping system. Het probleem in de drone-industrie is volgens deze opleider corruptie. Ben je niet bevriend met de regering, dan kost het heel veel moeite om ertussen te komen. I'm not believing my government at all, because my government for 2 years of active part of the war give me zero money for growing up. Zero money. So yes, we can give you money, yes. Make 2,000 paperworks, please. Pay to accountant, pay for some sort of documentation. If you are small fish, you have no chance to sell a big numbers of drones to government. En Maxime maakt zich grote zorgen. Want Oekraïne was in het begin van de oorlog nog dominanter met drones, maar Rusland is ze inmiddels voorbij. En dit jaar zou de productie al 6 keer zoveel zijn. Government can't you give money for R&D? So we like have stupid situation. Everybody say we need drones, but no one have even mechanism how to give money to some groups of volunteers. Even mechanism. 2024 wordt in veel opzichten een spannend jaar voor Oekraïne. Maar er wordt vooral gehoopt dat de regering ervoor gaat zorgen dat dit soort bedrijven meer betrokken raken bij de plannen. Zodat Oekraïne het de Russen op dit gebied lastig kan blijven maken.